In deze video examen 2021 tijd vak 1, VWO Wiskunde A, de vragen 8 en 9. Nou, de straal van de cirkel waarover het huis beweegt is 30 meter. Dus ik pak figuur 1 er even bij. En de afstand A in meters van het huis tot de west-oostas gedurende een rondgang over de rotonde kan worden weergegeven met een formule. T is 0 op het moment dat het huis in O is. Daar dus. Nou, je kunt de formule ook zo schrijven dat het beginpunt T is 0 niet hier is, maar daar. Ja. En daar ziet die formule er een beetje anders uit, hè? Want je hebt een horizontale verschuiving. Daar ziet hij dus zo uit. En wij moeten gaan berekenen wat dan die d is. Nou, we weten nog dat een periode is dan 20 uur. En een kwart van een cirkel, zitten we dus daar. Dus daar gaan we wat mee doen. En dat gaan we natuurlijk even opschrijven. Dus punt N ligt een kwart cirkel verder. Nou, de hele cirkel om, dat is 20 uur. Hè? Dus dat betekent dat als je dan in N zit, dat je dan, dan zit je 5 uren verder eigenlijk. Hè? Nou, dan weet je ook D, want dan moet je tussen de haakjes krijgen, hier dus, dan moet je hier krijgen, T plus 5. Dus dan moet die D wel min 5 zijn. Nou, je kunt natuurlijk ook je grafische rekenmachine kun je inzetten. Dan maken we daar even gebruik van. En dan moet je dit oplossen. Want hier zit je op plus 30. En daar zit je op min 30. Dat heb ik hier ook eventjes in het rood weergegeven. Nou, t is 0, hè, dus dan moet je die t moet je ook vervangen door 0. Hè, dus dan moet je dit in je rekenmachine zetten. Maar dat rekenmachinegebruik, dat gaan we dus ook eventjes doen op de volgende bladzijde. Dus dat doe ik hier niet. We gaan naar vraag 9 toe. En nou, in die figuur zie je aan de vetgemaakte cirkeldelen, waar het huis zich minder dan 15 meter van de west-oostas bevindt. Dit is de west-oostas. En dan moeten wij met behulp van die formule, dus niet anders, moeten we berekenen hoeveel procent van de tijd het huis zich minder dan 15 meter van die as bevindt. Oké. Nou, we weten natuurlijk die periode, hè, die is dus 20 uur. Dus een deel van die 20 uur zit hier dus hier tussenin. Nou, dat betekent dat wij eigenlijk krijgen we 3 formules. Hè? We hebben die formule waarmee we moeten werken. En dan hebben we ook nog de lijn I is 15 en de lijn I is min 15. Dus we moeten het volgende oplossen. En dat gaan we natuurlijk doen met de grafische rekenmachine. Dus ik zet die 2 formules erin. Ja. En dan zet ik die er ook in. Ja, en dat ziet er zo uit. Nou, dan moeten we natuurlijk eventjes die assen moeten we even gaan instellen. En je moet natuurlijk niet vergeten dat je rekenmachine op radialen staat. En dat zie je bij mij hier rechts bovenin. En dan druk ik op Shift Plot, uiteraard. En dan ga ik een periode vooruit kijken. Dus dat betekent dat ik die x, die stel ik in van 0 tot en met 20. En de y-waarde als volgt. Hè, mijn evenwichtstand is namelijk 0. Ik heb geen optelling. En mijn amplitude is 30. Dus als ik een beetje ruim ga zitten, dan kies ik voor die y-as voor min 35 tot en met 35. En ik ga dat plotten. En dan heb ik 1 periode. En ik wil graag weten, die snijpunten, die en die. En wat je doet, schrijf je op.
Dus met mijn rekenmachine druk ik, dan ga ik natuurlijk met dat kruisje, met mijn touchscreen ga ik hier staan, zo dicht mogelijk bij dit snijpunt. Hoeft er niet per se op. Ik druk op menu, functie en ik druk op snijpunt. De eerste functie met de tweede functie. Dat doe ik in ieder geval voor de eerste twee snijpunten. En dan kom ik uit op 1,666 puntje, puntje, puntje. En ik herhaal die stap. En ik zet dat kruisje zet ik nu daar neer. En ik kom uit op 8,333 puntje, puntje, puntje. En voor die andere twee snijpunten gebruik ik natuurlijk mijn eerste functie met de derde functie. En ik schrijf dat op. Ik zet dat kruisje zet ik nu daar neer. En ik neem dat over. En in mijn plaatje zet ik die waarden ook even. Dat vind ik makkelijk. En wat wel aardig is, hè, het gaat dus om die donkere delen. Hè, de afstand, de tijd ten opzichte van die West-Oost-as. En wat wel aardig is, ik zie dat die tijd van hier naar daar is dus 1,666 puntje, puntje, puntje uur. Maar hier is dat natuurlijk net zo. En daar, aan de linkerkant, is dat net zo. Ja, dus wat ik ook kan doen, ik ga gewoon 4 keer 1,666 puntje, puntje, puntje doen. Nou, dan kom je daar op uit. Nou, dus dat deel, 6,666 puntje, puntje, uur, zo lang zit je minder dan 15 meter af van de West-Oost-as. En je moet dat uitdrukken in procenten. Een hele ronde is 20 uur, dus ik deel dat op die 20 uur. En ik doe dat keer 100%. Ik kijk eventjes naar de vraag. Want normaal gesproken rond ik dat af op 1 decimaal, maar dat wordt niet gevraagd. Het moet in gehele procenten. Dus ik maak daarvan 33%. Einde video. Tot de volgende keer.